Haar omzet van zo'n 8 miljoen euro. Ja, haardkachelbouwer Bart Leenders gaat in deze moeilijke tijden als een speer. Als je bij ons een kachel koopt, een draaibare haard, dan heb je daar ook een stukje maatwerk voor nodig. Om de aansluiting van de naar het rookkast te kunnen creëren. Dat wordt echt nog met de hand gemaakt. We produceren toch ongeveer 50 haarden in de week. En daar hebben we nog wat onderdeeltjes voor nodig. Omdat we zelf niks meer lassen. Dus we besteden in principe alle onze onderdelen besteden wij uit. En in principe doen wij hier alleen nog maar monteren, stralen, spuiten en afmonteren en logistiek in orde maken voor transport. Hier zien we een stukje volmontage van de haard. Dus dan krijg je een body. En de body wordt bekleed met een bovenkop en met lamellen. Als we klaar zijn met de voormontage van de haard, dan wordt de haard voor de straalkabine gehangen. In de straalkabine wordt eigenlijk de huid die op de kachel zit, die wordt gereinigd door middel van straalgrit. Deze kachel is nu gestraald en ontvet, die is nu klaar om gespoten te worden. De rest van de onderdelen die zijn de kleine onderdeeltjes, zowel de deur, de voet, het raam, de stenen, die worden hier allemaal naartoe gebracht en wordt morgen de haard in principe afgemonteerd. En dat is er weer eentje. Bart, welkom. Ja, ik zei net al 8 miljoen jaar omzet. Jullie hebben geen last van de economie? Nee, het is nog niet merkbaar bij ons. Nee. Wat voor soort kachels verkopen jullie eigenlijk? Eigenlijk verkopen we sfeer. Objecten, meubels, interieurobjecten waar je vuur in kunt stoken. Ja, je kunt er wel echt in stoken? Ja. Oké, okay, hout, gas? Hout en gas. Allebei? Ja, alle twee. Hoe kom je tegenwoordig aan goed haardhout? Bestellen via internet, bij haardhout.com misschien. Of bij gemiddelde houtleverancier bij je in de buurt. Ja. Is het nou echt iets wat in deze tijd van het jaar dat jullie overspoeld worden met vragen van kom mij een haardkachel plaatsen? Dit of is niet? Het hoogseizoen. Ja? Ja. Als het koud en miserig wordt buiten, dan verlangen mensen naar een gezellig houtvuurtje. Ja, en zijn dat dan particulieren die bij jullie aankloppen? Of bedrijven? Of waar verkoop je die aan? Wij hebben een dealernetwerk van ongeveer 200 dealers in 15 landen. Maar we hebben ook een showroom in Oorschot, bij de fabriek. En vanuit die showroom werken we in de regio Tilburg, Eindhoven en Bosch. Mm-hmm. En in die showroom is het nu het drukst van het jaar. Ja. Ja. Als je dan binnenkomt als particulier en je wil een haardkachel, waar moet je dan ongeveer aan denken qua prijs? Ons goedkoopste model begint bij een 1350 euro. En dat is de kachel kaal. Mm-hmm. Dat komt afhankelijk van je situatie een klein beetje bij. En ons pronkstuk kost een 6.000, 7.000 euro. Ja, top of the bill. Zeg, en als je nou een gewoon huis hebt waar nog geen aansluiting is voor een kachel, kunnen jullie dat ook doen? Ja, daar hadden we toevallig zojuist nog over. Rookkanaal zit erin binnen een ochtend. En dus kun je, als je s'morgens voor de deur open doet voor de monteurs, kun je s'avonds stoken. Oké, zo snel gaat dat. Zo snel kan dat gaan, ja. Zeg, nou heb ik gehoord dat er ook subsidie zit op die kachels. Klopt. Ja, waarom? 500 euro als je in Brabant besluit een hoogrendementshaardkachel te kopen. Mm-hmm. Hoogrendementshaardkachel is bijna altijd gesloten gestookt. En is eigenlijk altijd gesloten gestookt. Met een glasraam of met een stalen dichte deur. Maar meestal een glasraam, dan kun je het vuur ook mooi zien. En als je... En is dat dan op gas of op hout? Op hout. Oké. Okay. Ja. Sorry, ja, op hout. Ja. En daar krijg je subsidie op? Ja, nou ja, als je hout stookt, en zeker met een hoog rendement, dan voeg je eigenlijk niets toe aan de natuur. De CO2 is in kringloop. Dus datzelfde stukje hout zou bij verrotting net zoveel CO2 produceren als bij verbranding in de haard. Okay. Maar als je de kachel, het hout dus goed verbrandt in een goede kachel, of haardkachel, dan
Ja, dan produceer je ook een mooie hoeveelheid warmte en dan verwarm je je huis en bespaar je op je gasrekening. Oké. Weten jouw klanten dat? Dat weten ze steeds beter. Maar ze gebruiken het bijna niet, hè? Ja, wel, ze gebruiken die subsidie. Die subsidie weten ze wel, want wij wijzen erop. Maar we merken dat er erg weinig klanten die subsidie gebruiken. Overigens moet ik er wel bij zeggen, je moet 2 energiebesparende maatregelen treffen aan je woning. Waarvan er 1 een houtkachel kan zijn. Onder andere. Dus je moet dan denken aan dakisolatie bijvoorbeeld. Of een aantal vervangen van enkel glas. Dat hoort er allemaal bij. Ja, wat je natuurlijk wel hebt als je een roken aan huis hebt. Dus die warmte verspreidt zich ook nog naar boven. Klopt, inderdaad. Ja. Wat eigenlijk gebeurt, wat wij merken, is dat de overheid een signaal afgeeft. Joh, het is goed als je een hoogrendementshoutkachel koopt. Want de houtkachel heeft heel lang in een negatief daglicht gestaan, helaas, en onterecht. En dat helpt ons. Maar je moet inderdaad wel goed hard stoken. Nou is de staalprijs natuurlijk aanmerkelijk hoger geworden afgelopen jaar. Hebben jullie daar dan ook last van? Moeten jullie meer rekenen voor een kachel? En de staalprijs is weer aan het dalen. Ja, zo werkt dat natuurlijk ook. Nou is de staalprijs een klein deel van de totale kosten van de haard. Wij, Harry-Lenners haardkachels, creëert haarden. Zorgt dat het haard ook uiteindelijk ontstaat. Dus de eindcontrole vindt ook bij ons plaats. Maar wij laten alle onderdelen in de regio, de Kempen meestal, hoofdzakelijk de Kempen, produceren. Dus bij VMC in Nieuwkuik of bij een Kemi in Rietenhoven, daar worden onderdelen voor onze haarden gemaakt, gelast of gelezerd, gezet, gelast. En die komen dan als half fabrikaat bij ons aan en wij maken er een kachel van. Oké, en zijn dat dan modellen die jullie zelf ontworpen hebben? Ja, wij bedenken het helemaal zelf. Want er zijn ook trends in natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, maar daar trekken we ons niet zoveel van aan, hebben we gemerkt. Wij maken wat we zelf mooi vinden. Ja. En dat is heel leuk om te doen. Kan ik me voorstellen. Heel veel succes met je bedrijf. Ja, dank je wel. Bedankt voor dit gesprek. Ja.